Niesman en Bischoff heeft dit jaar niet heel veel nieuws te vertellen. Althans, niet heel veel nieuws aan de buitenkant. Aan de binnenkant namelijk van deze flair is wel heel veel veranderd. Niesman is vanaf dit modeljaar de enige die een liner op IV-kussenchassis bouwt met alle veiligheidsvoorzieningen die je van een personenauto mag verwachten. Zoals gordelspanners, airbags voor de bestuurder en voor de bijrijder. Voor de meeste mensen onbetaalbaar, maar als je het dan wel doet en als je wel zo'n camper rijdt, dan bezit je waarschijnlijk ook een Mercedes of een BMW of misschien zelfs wel een duurdere auto. En daarin heb je al die veiligheidsvoorzieningen. En tot op heden was dat bij een camper van deze klasse niet mogelijk om al die veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Een andere innovatie is de nieuwe kookplaat. Speciaal door Tedford ontwikkeld. Maar in deze scharnieren zitten schakelaars die ervoor zorgen dat als je onverhoopt met het gas aan de klep sluit, het gas wordt uitgeschakeld. En op die manier kan het dus nooit gebeuren dat je per ongeluk het gas aan hebt staan onder de glasplaat. Met alle gevolgen van dien.